Is Nederland al in de ban van het EK vrouwenvoetbal? Als ons land een beetje presteert op een EK of WK voetbal, dan slaat al gauw de gekte toe. Bewoners van de Tilburgse IJzenhouwerstraat versieren hun straat altijd van top tot teen met oranje slingers, ballonnen en vlaggen. Komende zondag begint het EK vrouwenvoetbal in ons land. Is het enthousiasme daarvoor nou net zo groot? Waar is al die oranje versiering? Geen idee. Op de daken. Alle oranje versiering? Ja. Ik zie oranje versiering hier. Oh, voor de voetbal? Ja. Ja, blijkbaar leeft het vrouwenvoetbal niet zo erg als mannenvoetbal dan. Nee. Terwijl er een enorm evenement staat aan te komen. Ook zelfs in Tilburg. Als je dan praat over de kermis, denk ik. Nee. De dames die gaan voetballen, het Europees kampioenschap in Nederland. Daar ben ik helemaal niet van op de hoogte. Je hebt juist ook niet echt goed uit de dost, hè? Nee, dat zijn vrouwen, hè. Dus, Ik weet niet, wanneer begint het? Deze zondag al. Deze zondag al? Ja. Oh, dat gaat daar. Die was ik helemaal vergeten, joh. Ja, de enige versiering die ik zie is daar achter jou, daar half in de goot. Dat is volgens mij van het enige restant, hoor. Ja, ongeveer wel, ja. Dat ik daar ook nog wat zeg, maar daar dag goot. Alles is weer... Dat is eigenlijk nog het eerste wat er hangt, ja. Mannenvoetbal bestaat toch wat langer dan het vrouwenvoetbal, zeg maar, in de historie qua kampioenschappen. Dus dat begrijp ik wel, ja. Maar nu je het weet, heb je zoiets van, misschien dat ik toch nog eventjes iets ga ophangen. Gewoon even voor de leuk. Nee, denk het niet.